Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, afgelopen zomer werden in de vakantieperiode massaal dieren gedumpt. En gedumpte dieren mogen niet hun lot worden overgelaten. Ik weet dat dierenopvang en noodhulp primair een taak is van gemeenten. Maar door de omvang van de problematiek is het inmiddels een landelijk probleem. Daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegend dat opvangcentra en dierenambulances met name de zomermaanden kampen met capaciteitstekorten, gebrek aan financiële middelen, huisvestingsproblemen en personele onderbezetting. Overwegend dat de problematiek rond dierennoodhulp gemeentegrensoverschrijdend is, verzoekt de regering in gesprek te gaan met gemeenten over de problematiek rond dierennoodhulp en de knelpunten rondom het opvangen van dieren en de Kamer hierover te informeren en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Daarmee maakt zij deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, de Afrikaanse olifant Booba wordt door Circus Vrijwald als publiekstrekker gebruikt, ondanks wettelijk verbod. En daarnaast reizen met Circus twee zebra's mee en dat is ook niet toegestaan. Daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat het per 15 september 2015 verboden is om wilde zoogdieren in circussen op te laten treden. Constateren dat er een tijdelijke ontheffing is verleend aan rondreizend circus om een olifant mee te laten reizen. Constateren dat het circus de voorschriften van de ontheffing overtreedt door de olifant in contact met het publiek te brengen. Constateren dat het circus ook twee zebra's laat meereizen onder de zonontheffing daarvoor. Verzoekt de regering om handhavend op te treden en om in beslagname van de olifant en de twee zebra's. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Daarmee maakt zij onderdeel uit van de beraadslaging. De heer Van Veen heeft een vraag voor u. Nou, ik heb niet eens zozeer een vraag. Ik heb meer een vraag aan u. Kijk, ik bedoel, dit is een WGO. En het gaat over de begroting en over het jaarverslag 2015. En ik heb het idee dat er nu moties worden ingediend die echt helemaal niets te maken hebben met de begroting van economische zaken. En ik vraag via u of er geen andere gelegenheden zijn voor de heer Wassenberg om dit soort moties in te dienen. Of zijn dit de enige debatten in de Kamer die over Boomba gaan? En antwoord is heel helder. Er zijn heel tal van andere mogelijkheden om tijdens algemeen overleg en vervolgens een plenaire afronding daarvan ook op dit soort onderwerpen moties in te dienen. Nou wil ik in ieder geval aangegeven hebben dat ik het indienen van deze motie niet heb ondersteund. Daar zullen wij aantekening van maken. Daarmee maakt nog steeds onderdeel uit van de beraadslaging, want er was bij de overige leden voldoende steun. Nou, voorzitter. Dan zal de heer Van Veen de volgende motie hopelijk wel gaan ondersteunen. Veel vissoorten staan zwaar onder druk door overbevissing. Windmolenparken kunnen, als er binnen de grens van die parken niet gevist wordt, een kraamkamerfunctie vervullen voor deze vissen. Daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constateren dat windparken op zee een gunstig effect hebben op het marine systeem en als kraamkamer voor vis kunnen functioneren. Verzoekt de regering windmolenparken op zee uit te sluiten voor visserij en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie voldoende maat ondersteund? Dat is het geval. Daarmee maakt ze deel uit van de tafel. Voorzitter, de staatssecretaris heeft toegezegd dat hij melkveehouders die op termijn het kalf bij de koe willen houden wil faciliteren. En daarvoor gaat hij praten met de sector, met de dierenbescherming en met het Louis Bolk Instituut. Het Louis Bolk Instituut heeft laten weten onderzoek naar hiernaar te kunnen doen en te willen doen. En daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat het kabinet melkveehouders wil faciliteren die overwegen het kalf voor bepaalde tijd bij de koe te houden en er behoefte is aan meer onderzoek hiernaar. Verzoekt de regering opdracht te geven voor vervolgonderzoek door het Louis Bolk Instituut naar verdere ontwikkeling van praktijkrijpe mogelijkheden om het kalf bij de koe te houden. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ingediend door mijn collega Thieme. Wordt de indiening van deze motie voldoende maat ondersteund? Dat is het geval. Daarmee maakt ze deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, iedereen kent nog de beelden van vorige zomer. Dieren die urenlang in de hitte stonden, opgepropt in oververhitte stallen of dieren in open weilanden zonder enige beschutting tegen de felle zon. Vandaar de volgende twee moties. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat in veel weilanden dieren geen beschutting bieden tegen extreme weersomstandigheden zoals brandende zon, zware regenval of hagel. Constateren dat de brochure Schuilstallen in het buitengebied uit 2009 met oplossingen komt voor het plaatsen van beschutting die voldoet aan landschappelijke voorwaarden. Verzoekt de regering in overleg te treden met de VNG over hoe beschutting kan worden gestimuleerd en knelpunten kunnen worden weggenomen. En gaat over tot de orde van de dag. En ook deze motie is mede ondertekend door mijn collega Thieme.
Wordt de indiening van deze motie voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, daarmee maakt hij deel uit van de beraadslaging. En tenslotte, voorzitter, mijn laatste motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constateren dat dieren op transport, waaronder varkens en kippen, al bij een binnentemperatuur van 25 graden Celsius hittestress oplopen, waarbij benauwdheid en uitputting optreden. Constaterende dat de Europese verordening EG nummer 1/2005 bepaalt dat de temperatuur in de veewagen maximaal 30 graden mag zijn, verzoekt de regering een uitrijverbod voor diertransporten in te stellen bij een buitentemperatuur van 28 graden Celsius hoger. En voor dierentransporten die door gebieden gaan met buitentemperaturen van 28 graden of hoger. En gaat over tot de orde van de dag. En ook deze motie is mede ondertekend door mijn collega Thieme. Wordt de indiening van deze motie voldoende mate ondersteund? Daarmee maakt zij deel uit van de beraadslaging. Dank u wel, voorzitter.